Dag groeimaten, Joel Beukers hier. En dit is nou brandstof besparen achter vrachtwagens. Dat is dus iets wat ik heel lang heb moeten doen. En ik heb hem nu op cruise control staan en dan moet je een beetje pielen. Wow, yo. En wel dichter achter zitten. Wel 2 seconden afstand hoor jongens, want anders is het gevaarlijk. Dus ik zit hier lekker achter die vrachtwagen te hangen met mijn V8. En we rijden zo'n 85 nu op de teller. En dit bespaart dus gewoon serieus echt brandstof op lange stukken op de snelweg. En vroeger had ik altijd al grote auto's, die kocht ik. Omdat je dan heel veel auto kreeg voor relatief weinig geld op Marktplaats. Want niemand durfde die brandstofkosten aan en al die onderhoud shit. Wat allemaal wel meevalt, want dat waren altijd wel goede auto's. 5-series. Die Alfa's waren wat minder die ik had. Ik had zo'n 166 met een 6 liter, 3 liter V6. En ik kon gewoon lekker achter die vrachtwagens hangen. En dan reed ik gewoon 1 op 12 of zo, weet je. Dus dat was prima in de plaats van 1 op 8. En zo kwam ik gewoon mijn studententijd een beetje door. Hè. Jongens, ik pakte zelfs gewoon bij de wasmachine bij mijn ouders thuis, pakte ik gewoon klein geld. Weet je, wat in je zakken blijft zitten, pakte ik gewoon van de wasmachine af om in de parkeermeter te gooien. Zodat ik gewoon naar school kon gaan met de auto. Ik had ook gewoon OV. Maar dat was natuurlijk gewoon echt helemaal kut. Dus ik ging gewoon lekker met de auto. En ik dacht, dat komt allemaal later wel weer goed. En moet je schatverdomme kijken. We zitten hier in die V8. En we hebben dit allemaal niet meer nodig. Wat is het toch even lekker, hè? Klats! Wij zijn onderweg naar Omo Woetroe. Want het is weer Woetroe dinsdag. Lord Bubbles is er ook bij. Mogen we even het hoofd zien van Lord Bubbles? Nou, dan komt hij hoor. Een beetje licht erbij. Nou. Wow! Come to shitty walk, motherfucker! We zien die zometeen. Blijf kijken, want dit wordt epic. Ah, lame! Er wil iemand in, maar een beveiligingstenue. Wilt u hier niet maar parkeren, alstublieft? Bent u lid van de sportschool? Ik kreeg zojuist door via mijn oortje dat er een illegaal geparkeerde auto stond. Die vorige week een beetje gek deed. Ja. Hebben we daar wat klachten? Terwijl er allemaal kinderen aan het spelen waren hier bij Jumping Jack. We hebben daar wat klachten over gehad, over de herrie. En de V2 scoops die de lucht doorvlogen. Hey, Homo is ook weer terug hoor. Woetroe dinsdag. Purpeltje erbij. Purpeltje erbij. Johan Beukers hier met de groeimaten! Woetroe dinsdag, dit is het vandaag. Wij zijn zaterdag op Verknipt geweest en het was me toch een partijtje een oorlogsveld. Hè. Ja, alleen maar beuken gewoon. Op een gegeven moment leek het wel alsof we gewoon in de metaalfabriek stonden. In de metaalfabriek, hè. Het leek wel een stoomlocomotief met kapotte remmen. Hè. Dat ding bleef maar door rammen, zo rammen. Nog die visuals. Boom, 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 die visuals, hè. Die visuals waren lijp, hè. Op een gegeven moment spatten er gewoon mensen uit elkaar op het scherm, hè. Nee, dat zag jij. Dat is helemaal niet zo geweest. Dat was helemaal niet zo. Ik weet niet wat jij... Ik had alleen een scoopje op, hoor. Had jij wat anders op? Ik had zo'n scoop uit het potje. Nou, ik heb hier de nieuwe verpakking. We hebben er natuurlijk het gouden doosje, hebben we. En wij hebben een nieuw label. Wow, hey, kijk deze shine. Ja, hier had ik dus een scoopje uitgenomen zaterdag. Uit deze? Ja. Ga je ook nieuwe nummers uitbrengen op je label, of niet? Hey. Een eigen platenlabel, jongen. Maar het mooiste Het is weer dinsdag Woetroe, hoor. Het mooiste nog van het hele gebeuren. Dan loop je naar buiten zo, dan klapt zo in één keer zo'n koude lucht in je gezicht, weet je wel.
En dan word je opgehaald door Ome Woedroe. Ome Woedroe was er niet bij, maar hij haalde ons gewoon op, hè. Met flesjes water, een lekker setje aan. Hij stond daar gewoon, hè. En we mochten gewoon een baapje roken in de auto. Ja, en die auto stond de hele dag ernaar, hè. En toen ging mijn moeder ook nog in de auto. Hij dat zij dat baapje had gerookt. Iedereen thuis brengen. Maar ik was zo gelukkig. Ik heb tegen Woedroe gezegd, Woedroe. Jij bent toch echt wel mijn beste vriend, hoor. Ja, want dat was dit, wel dit is echt gewoon geweldig, hoor. Dat je gewoon wordt opgehaald door Ome Woedroe, hè, van het festival. Ik vond het ook wel gewoon leuk om eens een keertje te zien hoe... Ja, dan kan ik dat zeggen. Nee, hoe kan Hoe wij zeg maar na 8 uur even bij jou in de auto zaten. Ik vond het wel grappig om te zien hoe zij eruit zouden zien na 8 uur lang rennen. Ja, maar ik zie er altijd gewoon prima uit. Ik neem alleen een scoopie. Ja, en een baapie. Misschien een kleine alcoholische versnapering. Ja, die wodkaatjes die blijven komen. Wodka-lijtjes. Maar we willen het natuurlijk ook even hebben over de Goud Droog Challenge. Want het gaat hartstikke goed. We zijn inmiddels 2 weken verder. En ik vroeg het gisteren al aan Sam Hoogland natuurlijk. Kijk, Woedroe die is al vrij droog. Dus bij ons zal het misschien wat harder gaan in het begin. Maar wij zijn al meer dan 2 kilo afgevallen. Trouwens, gewoon 3 kilo al in 2 weken. Dus dat gaat heel hard in het begin. Maar dat heeft een reden. Dus reken je nog niet rijk. Want het gaat natuurlijk stagneren. In het begin ga je ook heel veel glycogeenvoorraden opmaken. Wat gewoon opgeslagen zit in je lichaam. Je krijgt als het goed is minder koolhydraten binnen dan je normaal doet. Vandaar dus dat je een calorietekort gaat hanteren. En dat zorgt ervoor dat die glycogeenvoorraad die opgeslagen zit in je lever, in je spieren. Dat langzaam opgemaakt gaat worden. En de eigenschap van koolhydraten in je lichaam is dat ze dus ook vocht vasthouden. Paul Elstak? Ja, hij belt. Hey. Even opnemen. Yo, Paul! Hey! Hey, nog gefeliciteerd, hè? Ja, dankjewel. Dankjewel. Hey, 43 jaar, hey, en dan zo fit zijn. Ja, dat is niet normaal, hè? Godsamme, hé! Hey. Ja, jij bent mijn voorbeeld, hè? Dus geef mij motivatie, hè? Nou, jij geeft mij mijn motivatie, hoor. Naarmate wij dus ook steeds meer die kant op gaan. Die kant op gaan. Ja, dat geeft toch wel weer hoop dat het leven alsnog leuk is. Ja. Dat is mooi te horen. Want jij flaneert het hele land kapot natuurlijk. En net uit Dubai. Ja, dat was lekker. Ik moest zo lachen met die om jouw stories ook. Dat was echt super grappig. Ja, ik vond het heel grappig. Dus, dat is ook iemand, hè? Dat je dat een mensen bij mij met je doosje grapje maakt, maar de anderen hebben het wel. Zeg maar. Ja, we hadden het wel door, hoor. Ja, heel leuk. Hey, wat het, ik ben bij voor vrijdag eventjes. Ik doe zeg maar, ja, ik zit niet in ook. Voor het maatje 1 en 2 doe ik dan een live showcase van 1 uur. En daarin zit groeien. Dan heb ik dan precies aan welke minuut ongeveer, zeg maar. En dan, dat is eigenlijk het enige wat jullie dan even het podium op kunnen. Ja, tussen 1 en 2 dus. Ja, daarvoor even normaal zijn nog. En daarna gaan we gewoon helemaal los. We zijn toevallig net bezig met een vlog. Wil je nog iets vertellen aan de kijkers? Aan de kijkers wil ik vertellen, ja. Ik weet niet wanneer die vlog uitkomt dus. Nou, ik denk vandaag of morgen. Oh, oké. Ja, wat moet ik zeggen? Ik heb er zin in. We gaan aanstaande vrijdag los op mijn verjaardagsfeest. De motivator, Paul Elstak, de motivator van Joël Beukers. Juist. Hoe je op latere leeftijd wil zijn, hè? Ja. Gewoon doorknallen. Flaneren en een buffeltje zijn. Precies. Ja. Ome Paul is wel een buffeltje, hoor. Ja, echt wel. Dat is met Photoshop jou als we bereiken. Wat? Met Photoshop. Nou. Nee. Hey. Ik was zelf van die ene foto, was ik verbaasd. Ik zeg nog tegen Christo, want die had een foto gemaakt. Ja. Die had die foto gegeven, maar ik zeg, heb jij Photoshop zeker of zoiets? Nee, ik heb niks gedaan. Nee, maar je zag er best droog uit. Ik was ook wel van. Maar je was toch ook bezig met je voeding voordat je naar Dubai ging? Nee, ik was bezig met bezig zijn. Maar ik ga pas na mijn verjaardagsfeest beginnen. Ga je los? Nee, dan ga je strak. Ja, vast. Dan ga ik weer wat serieuzer trainen en dan steeds serieuzer tot in de zomer, zeg maar. Oké, top. Ja, hey, Ome Paul. Ome Paul.
Maar deze keer, als je zelf ook wil, moet je een eentje extra bestellen. Want elke keer drinken wij jouw rider op, hè? Ja, inderdaad, ja. Oh. Ja, ik heb 2 flessen extra tegenwoordig op mijn rijden staan. Ah, juist. Kijk, ja, juist. Dus moet wel in nu. Ja. Als er goede maat te maken wil, dan is de drank op. Ja, dat gaat hard, hè? We hebben wel dezelfde smaak. Ja, dat sowieso. Ja. Oké. Okay. Hey, we zien je vrijdag. Goeie lekker. Ja. Hoi. Hoi. Nou, wij gaan dus vrijdag gaan we helemaal naar de ratten. Voor het feest van Ome Paul. Wij gaan natuurlijk niet zeggen van, nou, we haken af, we zijn in de Goud Droog Challenge. Nee, wij weten dat dat vrijdag is. Dus dan gaan we tot vrijdag gaan we nog minder calorieën tot ons nemen. Zodat we vrijdag wat losser kunnen zijn. En de dag daarna gaan we ons ook niet helemaal kapot vreten. En dat is dus het lastige, want dan ben je brak. Oh, ja, dan ben je brak. Laat ik het toch maar doen. En dan, moet je er gewoon voor zorgen dat je gewoon even het eten uitzit tot bijvoorbeeld 2 uur, want je ligt toch nog even in je nest. En dan ga je gewoon, neem je een maaltijd, ga je naar de gym, hè? En dan verbrand je het ook nog. Prima. Maar we houden dus rekening met het feit dat wij dus vrijdag de B-Day party hebben van Ome Paul, hè? Ja, nou, en we moeten nog optreden ook. Dus het optreden, en dat is al cardio ook, hè? Cardio, 2 minuten lang. Want we gaan er toch even springen, hè? Ja. Het wordt wel een gek huis. Dus voor degene die we daar zien, we gaan voor goud. We gaan naar zijn Jerko! Maar ik wil nog wel 1 ding zeggen, hoor. We hadden net een doosje met een goud potje ja. V2. Maar oh, wow. Die hebben we nog helemaal niet genomen, hè? Wij voelen ons dus helemaal fucked up, hè? Het is na die 2 weken, dan gaat die glycogeenvoorraad wordt steeds minder. Het krachtafname, dat valt wel mee. Maar nu begint echt die honger te komen, weet je wel. Dat je lijf die vraagt om die energie. En we hebben natuurlijk verknipt gehad. We hebben meer dan 8 uur lang lopen rammen, gewoon lopen beuken. Ik denk dat we daar wel 1600 calorieën extra hebben verbrand. Dat is ook pure winst, hè. Dus, het is wel de hoogste tijd, want het water loopt er uit Buffels mond. Ja, dit is... Dit is die verse watermeloen, hè. Ik weet niet wat erin zit, maar Buffels zag gewoon allemaal visuals die ik niet heb gezien. Hey, ik heb hem. Maar moet je eens kijken hoe fijn de poeder is. Ja, kijk. Ik had dit zaterdag ook. Zo, dit zijn echt verse potten, hoor. Heb je hem zelf versneden? En het vochtzakje hou je er dus in, hè. Niet openmaken. Kijk, komt die Buffel. Oeh, dit is wel een hele lekker, hoor. Neem jij hem weer zelf? Of zal ik hem eerst nemen, ja? Ja, doe maar even, ja. Na die blueberry van vorige week, ben ik wel heel benieuwd wat deze doet, hoor. Kijk, de raketjes staan er al op. Hij blijft lang stil, dus ik weet het niet, hoor. Hij blijft wel heel lang stil. Ik weet niet of het wel goed is, hoor, jongens. Wat gebeurt er hier? Wow! Oh my God! Wow! Wow! Weg gewoon. Weer zonder water, hé. Deze nog makkelijker te nemen zonder water. Huh? Dit is echt lekker, man. Ik ging er vorige week zo raar op. Ik weet niet of dit wel goed is, hoor. Ik weet er ook helemaal niks meer van, hé. Ik word wel een beetje angstig door zo steeds, hoor. Eens kijken hoe fijn dat poeder is. Heel fijn poeder. Dit is pure V2, hoor. Hey. Tjoek, 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 tjoek. Hoor die fucking stoomlocomotief opkomen, hé. De remmen zijn kapot, Woutroen.
We got this, bro! We got the goud droog challenge! We got the goud droog challenge, bro! Buffeltje, jij bent hoor. Maar ik weet niet of ik het wel durf, man. Ik heb dit zaterdag precies uit dit potje had ik gepakt. Toen nam ik stiekem mijn scoop uit, hè. Ja, want wij nemen alleen scoops. Oh. Zo wordt het beukentje. Deze gaat nog sneller weg. Hey Woetroeg, waarom heb je dat water meegenomen, mee, ouwe? Ik verspillen, jongens. Kom uit je motherfucking gang, oké? En neem een lekker kopie. What the fuck zijn dit voor visuals, hé? Het zijn toch een kom in de scoop? Wat zit er in die scoop, hé? Ik had alleen deze genomen. Wee! Zie jij het nu ook eindelijk? Zie jij het nu ook? Oké, goeie maten. We zijn hier beland bij de oefening. We hebben al de warm-up gedaan. We hebben weliswaar 10 minuten op een zwaar niveau gefietst. Ik had 100 calorieën verbrand volgens dat ding. Ome Woetroe die is aan de beurt. We hebben hier 160 kilo op de hip thruster zitten. Dus we hebben allerlei setjes gedaan om hier naartoe te werken. En dit is de laatste set voor die belletjes. Woetroe, ja. Wil jij hem doen met de abs? Ja, moet ik een goud app. Die je er ook echt aan houdt, dan hoef je niet zo ver terug. 1, kom. 2, omhoog te ding. 3, kop. 4, kop. 5, lekker man. Ja. Dat hij eigenlijk niet de juiste outfit aan had voor leg day. En dat is het toch mooi even. Nee, de juiste spullen zelfs. De juiste spullen had hij natuurlijk. Ja. 180 kilo voor Ome Woetroe, kom op. Help je goede mate er doorheen op die dinsdag dit dag. Hoppakee, 4. Oeh, je telefoon. Dat was je telefoon, hè? Kom op, vanaf. Kom op, Woetroe. Kijk, leg maar onder, ja. Okay. Lekker, man. 180. Ja! Ja! Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,
lachen. Dat was een oh, scheetje. Ja. Joel, 140 kilo squats. Let's go. En Wouter is nog het fitst ook. Dat was niet maar wel weer goed, Wouter, na ja, die blessure. Dat heb ik een keertje gedaan. Ja. Oké, dan gaat Buffeltje. 140 ook. Hop, 1. Kom, Buffel. 2. Kom op. 3. Oh. Ja, ja. Hé, hey, het valt niet mee, hè, na die... Nee, nee, nee. Nou, dacht, wat stelt al mijn moeder zich aan, joh? Ja, dat valt niet mee, maar toch doen we het wel even hoor, vind ik. Jezus. Applausje voor onszelf. Lastig ook knap, hoe fijn is het? 150 kilo. Kom op. Ja. Kom op. Makkelijk, man. Ja. Blijf. Help de groeimaat erheen, hè. Lekker hoor. Ja, dat is goed. Het calorietekort. Oké, groeimaat. We zijn hier aan het einde van de training gekomen met een circuitje. We doen hier de leg curls in de machine en de leg extensies. En we gaan deze langzaam uitvoeren. Dus we laten het gewicht die hele hamstrings uit elkaar trekken. Alsof er twee messen zo in die benen zitten. Kat, die halen we aan het einde zo eruit. En dan gaan we aan zingen. Check on. De training met de groeimaat. Kom er even bij, Buffel. Een zwarte achtergrond. Het is een zwarte achtergrond. Met onze witte gezicht. Wow, we mogen wel even naar de zonnebank. Dat mag best even een keer. Gaan jullie voor goud? We gaan voor goud, hè. Oh. Groeimaat, ik hoop dat jullie wat hebben gehad aan deze video weer. Laat alsjeblieft jezelf horen in de reacties, want wij lezen ze allemaal, of niet, jongens? Laat je horen. Hè? Laat je horen. En we gaan voor goud op Paul Elstak's birthday bash. Hey, wow, yeah, wat een XXL. XXL. X fucking L. Dan heb ik de buffel tegen me aan. Joh. Oh shit. De muur valt bijna op. Goeiematen, vergeet niet te abonneren op dit kanaal, want er komen nog veel meer lijpe video's over fitness, voeding. Blauw duimpje. Weet ik veel wat. Doe een blauw duimpje, buffels reet. Tot ziens.